Nou, we zitten hier in Düsseldorf, 60 meter net gelopen. Jij startte in Apeldoorn dit weekend heel mooi, in 7:35. Hoe voelde dat toen? Ja, dat was een heel fijn begin van het seizoen. Het gaf veel vertrouwen. Mijn start is de afgelopen winter er enorm op vooruit gegaan. En dat merk je dan meteen in zo'n tijd, hoewel de race nog helemaal niet vlekloos was. Vandaag, dan kom je inderdaad met net een PR gelopen hier naartoe. Wat verwachtte je? Ik wist dat het heel lastig zou worden om de finale te halen. Maar dat was wel een beetje het doel voor vandaag. Gewoon proberen om daarbij te zitten. Niet gelukt. Het was niet zo'n goede race. Lach gedaan? Ik struikelde een beetje uit mijn blok. Dus het was een beetje een hele race van proberen om niet heel hard op mijn meld te gaan. Dus dat wordt het al snel lastig om hard te lopen. Uit welke baan start je? Baan 1. Dus ook niet een ideale baan, maar daar lag het niet aan, denk ik. Buitenkantje in ieder geval links, minder afleiding, rechts misschien een beetje? Ja, maar ik vind het nooit zo vervelend als er mensen langs me bewegen. Dat geeft me meestal wel juist een boost om er achteraan te gaan. Zolang ik het niet te veel verkramp in ieder geval. Maar ja, nee, dat was het niet. 7:35, die ziet er al heel goed uit voor dit seizoen. 7:20 is misschien heel hard. Of lonk je toch een beetje na die WK Indoor al? 27 is inderdaad heel erg hard. Het is in ieder geval een doel om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Niet zozeer omdat het WK voor mij heel erg belangrijk is dit jaar, want het is natuurlijk alles op Rio. Maar vooral omdat ik denk dat zo'n tijd wel nodig is voor mijn outdoordoelen. Dus dan wil ik daar wel zo dicht mogelijk in de buurt bij zitten. Doe je je volgende wedstrijd beter? Niet vallen uit mijn startblok. Gewoon goed weggaan, goed doorlopen. En dat zit er gewoon in, dus volgende keer in Gent gaan we dat gewoon doen. Heel veel succes. Dankjewel.